ben eigenlijk best wel een beetje verbluft. De beste selfie stick die ik ooit heb gevonden. Krijg in ieder geval alvast punten voor het design. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin. Vandaag heb ik iets heel erg leuks voor jullie op dit kanaal. Namelijk een video waarin ik allerlei verschillende gadgets ga checken, testen en uitproberen. Dat is denk ik allemaal hetzelfde, checken, testen, uitproberen. Dat is wat we vandaag gaan doen. Ik ben echt super benieuwd naar de producten die ik hier heb liggen. Dus laten we gewoon snel gaan beginnen. Als je zin hebt in deze video, doe dan alvast je duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om straks een leuke reactie achter te laten. Laat ons vooral ook weten of je zelf deze producten al een keer hebt gebruikt. Of dat je nog andere gadgets een keertje hebt uitgeprobeerd die je absoluut kunt aanraden. En vergeet natuurlijk ook niet om even te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet had gedaan. En ook op mijn kanaal. Oké, nou laten we dan gewoon klein beginnen met deze smartphone ring. Ik weet echt niet eens of ik dit mag tellen als een gadget. Ja, ik vind van wel. Het is voor een smartphone en hij kan ook van alles. Dat is toch het hele ding van een gadget. En deze was 98 cent. Nou, ik denk dat we allemaal zo'n ring wel kennen. Die plak je aan de achterkant van je telefoon. Hij moet 360 graden kunnen draaien als het goed is. Je kunt verwachten dat je hem dan veilig kunt vasthouden door het ringetje. En je kunt hem dus ook op een bepaalde manier dan neerzetten waardoor je gemakkelijk een selfie kunt maken ofwel gemakkelijk kunt Netflixen en iets kunt bekijken. Nou, we gaan het uitproberen. Nou, op dit moment heb ik deze telefoonhoes om mijn telefoon zitten. Het is ook het type telefoonhoes waarvan ik niet weet of ik hem nog ga gebruiken. Dus daarvan dacht ik, weet je wat, daar plak ik dit gewoon op. Ik ben zelf namelijk normaal gesproken helemaal niet zo'n fan van dit soort dingen. Omdat ze natuurlijk ook best wel sterk aan je telefoon blijven zitten. Ik weet het, dat is de bedoeling. Maar ja. Ik ga hem er nu in ieder geval op plakken. Hier zat gewoon een stickertje op. Stickertje haal je eraf. En dan plakt hij als het goed is. Even aandrukken. Zit hij in het midden? Ja, hij zit wat mij betreft prima in het midden. Nou, daar gaan we dan. Dan wil ik die drie dingen natuurlijk wel testen. 360 graden draait hij. Ja, dat doet hij in ieder geval heel goed. Dat betekent dat hij, ja, heel flexibel is. Nou, dan hebben we eigenlijk ook meteen de Secure Grip getest. Ik kan nu echt van alles doen en ik zie hem nog niet losraken. Dus dat is geweldig. Maar ik denk dat hij toch vooral het handigst is omdat je hem dus zo kunt neerzetten. Oh, ik had hem toch meer in het midden moeten doen, denk ik. Want nu valt hij dus om. Ja, dat was niet zo handig voor mij. Ik had hem echt hier in het midden moeten doen. Grappig meid ben ik ook. Kunnen we dit... Ja, oh, nou hebben we dat ook meteen getest. Hij is er prima af te halen. Ik ga hem toch iets meer in het midden doen. En dan zou ik, als het goed is, ja, hem zo moeten kunnen neerzetten. Zien jullie hem überhaupt nog? Kijk, kan ik zo gewoon even een Netflix filmpje kijken? Dit is wel handig. Dit vind ik top. Voor die 98 cent vind ik het sowieso een top ding. Zal ik dit een cijfer geven anders ook? Dan geef ik deze een 7. Want een 7,5, ja, het is natuurlijk niet uniek of zo. Maar het werkt wel en het ziet er goed uit. Ze hadden hem trouwens ook in het zilver en in het roségoud. Die roségouden vond ik ook heel mooi. Maar ja, ik vind hem een 7 waard. Gaan we door naar de selfie ring light. Het perfecte licht dat je nodig hebt om geweldige selfies en vlogs te maken. Met verschillende lichtniveaus, verstelbare tripod en telefoonhouder. Eenvoudig aan te sluiten met USB oplaadkabel van 2 meter. Ah, oké. Hier zo benieuwd naar, jongens. Want dit is ook wel echt iets wat gewoon super van pas kan komen. Als je het niet sloopt. Oké, nou dit is hem dan, jongens. Als je hem in elkaar hebt gezet. Het was wel eventjes een beetje zoeken hier met het in elkaar schroeven. Uiteindelijk heb ik hem dus mooi in elkaar gekregen. Ja, ik denk dat dit zich allemaal vanzelf wijst, hoor. Hoe je hem in elkaar doet, dat is heel gemakkelijk te doen. Dan is dit hem. Nou goed, nu ben ik dus heel erg benieuwd naar het licht dat hij geeft. In principe heb je dus een USB uiteinde en daar moet je dan zelf nog even een stopcontactje of een, hoe heet zo'n ding, stekkerdoosje, stekker. Je kent het wel, die moet je erop doen. En dan kan ik hem dus aan en uit zetten. Ja. Hoi. Hey. Wacht even, want we kunnen nog meer verschillende dingen doen. Ik heb hier namelijk 4 knopjes. We hebben een aan- en uitknop, we hebben een plus- en een min-knop. En we hebben ook nog een, nou ja, lijkt op een recycle-knopje in ieder geval met van die pijltjes. Ik denk dat hij nu dus harder of zachter zou moeten gaan. Ja, kijk, zo gaat hij dus zachter als je op het minnetje drukt. En op het plusje wordt hij dan wat harder of gaat hij wat sterker schijnen, zeg maar. Dit, die andere knop met de pijltjes, die is dus om van warmer naar kouder beeld te gaan. Ik weet niet of jullie dat nou zo goed kunnen zien. Maar ik zie echt een heel groot verschil. En ik ben eigenlijk best wel een beetje verbluft. Kijk, dit is een wat warmer licht. Dit is, nou, denk ik normaal daglicht. En dit is juist wat kouder licht. Dus hij heeft 3 verschillende standen op dat gebied. Ik vind dit top. Jongens, we gaan even een selfie maken natuurlijk, hè. Ja, nu moeten we ook gewoon echt aan de slag. Dus ik ga mijn telefoon erin doen. Dan hoop ik dat die ook gewoon echt
goed hierin blijft zitten. Oh ja, kijk, dit is een schuifje. Dus hoe groot je telefoon ook is, hij past altijd. Hij blijft ook gewoon prima staan, maar hij moet nog wel even rechtop. Ja, je kan dit dus allemaal gewoon verstellen. Je kunt hem ook wat hoger zetten, wat lager. Oh ja, ik zie dat licht echt wel schijnen in mijn ogen. Even een fotootje maken hoor, sorry jongens. Ik ben heel veel afgeleid. Hallo. Oh, ik heb nu ook echt een dom filter gebruikt van Instagram Stories. Maar goed, dat doet er even niet toe. Ik moet je wel zeggen, ik had het eigenlijk nog wel fijner gevonden als ik er ook een hoger statief bij had gekregen. Voor iedereen die datzelfde denkt. Je kunt natuurlijk altijd dit bovenstukje hier afhalen. Kijk, dan haal je hem gewoon hiervan af. En dan kun je dit weer op een ander statief plaatsen. Dus bijvoorbeeld het statief dat ik zelf nu gebruik. Daar kan ik deze ook altijd aan vastmaken. Ja, ik denk dat ik deze toch wel echt gewoon een 8 moet geven. Jullie zagen het lichtje in mijn ogen. Dit product krijgt een 8. Ik vind hem helemaal geweldig. Dan heb ik hier ook nog de Keyfinder. Die werkt op Bluetooth. En dat is dus een, een Keyfinder. Deze is €1,99. Ja, ik denk dat hij aan is. Je moet hem dus langere tijd inhouden en dan gebeurt er iets. Nou goed, wat er waarschijnlijk gebeurt is dat hij een connectie gaat... Oh, download die app. Oké, ik moet eerst een app hebben. Maar dit was super makkelijk jongens. Hij verschijnt op het beeldscherm, je connect. En als het goed is het nu helemaal goed. Klik alarm. Zo werkt het dus. Stop alarm. Zo werkt het dus. Is het echt zo makkelijk? Vroeg me al af, krijg ik dan een soort van live locatie of zo van waar mijn sleutelhanger uithangt? Nee, hij begint dus te piepen als jij daarvoor kiest op je telefoon. Dus met andere woorden, plaats deze natuurlijk aan je sleutel. En dan raak je vervolgens je sleutelbos kwijt. Ja, dat hoef je niet expres te doen, maar dat gebeurt natuurlijk wel eens. Dus laten we hem eventjes hier verstoppen. Nu ben ik dus mijn sleutel kwijt. En wat we dan doen is, we klikken hier op je telefoon dus op alarm. En dan gaan we zoeken. Waar is hij? Oh nee! Oh, hij is hier! Vooral om het feit dat ik zoiets nog niet had en ook altijd bij dit soort dingen denk van lastig, helemaal installeren en zo. Heb ik daar nou echt wat aan? Denk ik, nou, dat ging eigenlijk heel snel en het was makkelijk en het is handig. Dus ik geef dit toch zeker een 7,8. Ik vind het een topproduct voor €1,99. Nou jongens. Gaan we door naar het volgende product en dat is een wireless charger. Wat tegelijkertijd ook een desk organizer is, want je kunt er echt van alles nog meer in kwijt. Of je nou Android hebt of iOS of een hele andere telefoon. Ik weet niet of er nog andere oplaadsystemen zijn en zo. Geen idee. Maar dat je dus altijd hiermee je telefoon kan opladen, zolang het een QI device is. En wat daar precies mee bedoeld wordt, weet ik niet, maar volgens mij zijn de meeste van de nieuwere telefoons QI. Dit is hem. Krijgt in ieder geval vast punten voor het design, want ik vind het wel cool dat dit dan van hout is gemaakt. Daarbij verwacht je niet dat het ook nog eens technisch gaat zijn, toch? Kijk, hier zit dan weer een USB uiteinde aan. En dan gaan we gewoon weer even datzelfde opladertje daarvoor gebruiken. Nou, en dan kun je hier dus bijvoorbeeld een pen in kwijt. Hier kun je bijvoorbeeld iets van een pasjes of zo in kwijt. Hier zou je nog iets van paperclips kunnen doen of andere dingetjes die daarin passen, weet je wel. Het is echt gewoon een heel desk organizer. Maar goed, hier ga je straks natuurlijk je telefoon neerzetten. Maar daarvoor doen we hem eerst even in de oplader. Kijk. Tada! 50% opgeladen en daar gaat hij. Helemaal mooi. Nu ben ik wel benieuwd wat ze hier nou nog meer over zeggen. Releases 30% more oxygen into the atmosphere. And absorbs more carbon dioxide compared to other plants. Is dit tegelijkertijd een plant? Maar het is natuurlijk ook natural bamboo, dus oké. En sustainable. Ik geef dit een 7,3. Want we kennen het idee... Nee, dat is lullig. We kennen natuurlijk inderdaad het idee al. Maar het is wel een speciale uitvoering, dus ik geef het toch 7,5. Hoeveel was deze nou eigenlijk? Want dat willen we natuurlijk vooral ook weten. €9,95 was die. Gaan we door naar het laatste product in deze video. En dat is de Bluetooth Selfie Stick. Een afstandsbediening bij zit. Oh kijk, ik denk dat dit het afstandsbedieningje is. En die zouden hier dus ook uit moeten kunnen. Zodat je hem op afstand kunt gebruiken. Oh, er moet wel meer uit kunnen, denk ik. Wat is dit allemaal, jongens? Nou! Dit is gewoon echt net een Power Ranger, weet je wel? Die dan verandert van gedaante of zo. Ik weet niet eens of Power Rangers dat doen eigenlijk, maar goed. Oh! We dan allereerst kijken wat we van de stick zelf vinden. Oh, die is toch wel langer dan ik had
verwacht. Vet hoog eigenlijk, hè, dit. En het fijne is dus dat je hem kunt neerzetten. Want normaal, die selfie sticks zijn natuurlijk van die sticks die je gewoon moet vasthouden. Maar stel nou dat je in je eentje op reis bent. Of met z'n tweeën, maar je wilt met z'n tweeën op de foto. Ik heb het altijd over foto's, sorry hoor. Maar dan is het toch handig dat jij gewoon je telefoon hierin kunt zetten. En dat je dan gewoon à la minuut even, hoppa, even een foto kan gaan maken. Hoef jij niemand meer te vragen, oh, sir, please, can you take a picture? Nee. Ik kan het gewoon helemaal zelf. Ja, dat is het idee van een selfie stick natuurlijk ook. Maar wat ik hier dus top aan vind, is dat hij dus kan staan. Dat vind ik echt geniaal. Ja, ik heb hem. Kijk, er zit namelijk zo'n klein gaatje in. En daarmee kunnen we hem dus loswippen. Helemaal top dit. Nou, dan wil ik eventjes connecten met de Bluetooth van de afstandsbediening. Want als het goed is, moet ik dan gewoon een selfie kunnen maken. Heel gemakkelijk. Selfie stick. Ja, daar is hij. Even lachen naar het vogeltje. En hij is gemaakt! Nou, ik weet nu niet wat ik dan het leukste vind. Want ik denk dat deze ook gewoon een 8 van mij krijgt. Omdat dit serieus de beste selfie stick is die ik ooit heb gevonden. Deze selfie stick maakt zeg maar het hele leven, vooral van een influencer, 10.000 keer makkelijker. Maar ik denk eigenlijk van iedereen die wel eens een foto maakt. En kijk hoe makkelijk hij mee te nemen is ook. Een 8. Een dikke, dikke 8. Maar ja, ik wilde die 8 natuurlijk ook al geven aan die selfie ring light. Dus ik weet nu even niet wat mijn favoriet is. Dus ik vond het echt super leuk om deze video op te nemen. Ik hoop dat het voor jullie ook weer inspirerend was. En informatief ook dit keer. Laat me vooral weten of er nog andere gadgets zijn waarvan jij wilt weten of ze daadwerkelijk werken. Dan kunnen we daar misschien ook nog een video over maken. En als je dit zelf een keer hebt uitgeprobeerd en nog andere tips wilt delen, dan mag dat natuurlijk ook in de comments. Vergeet verder niet om in ieder geval je duimpje omhoog te doen voor deze video. En even te abonneren. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk weer tot snel.